Kom maar, Tilly. Til? Zo. Ja, hoort dat gemauw zelf. Tilly is weer thuis in Bruchem, Ja. bij meneer en mevrouw Donker. Bent u Ja. blij dat ze weer terecht is? Oh, buitengewoon. Super, ja, super. Ja hoor, echt. Ja. Nou, we hebben ontzettend veel medewerking gehad van de dierenbescherming en van de veearts. En van het, nou ja, zeg maar van het dierenpension hier uit Bruchem. Ze zijn allemaal super in de weer geweest. Het was de kleindochter die het idee bedacht om met ja, een klein... Nee, die reed toevallig daar een bommel. Die reed een bommel, die had benzine in zijn tank. En die belde meegenomen. Op en zei, oh, maar ik heb jullie gezien. De vrouw die kon rapen geloven. Maar goed, de daad bij het woord. En het kooitje meegenomen en een klein poesje als lokmateriaal. En dat slaagde voor 100%. Ja. En hoe maakt Tilly het nu? Tilly die mag het naar omstandigheden heel goed. Ja, echt waar, want die aan de tepel die is er helemaal afgerot. Ja, die is er helemaal afgerot. En dat groeit nou weer mooi niet. Nou, dus nog zo'n en dat geld. Was en, van tevoren gezegd, maar ja. Er kan eventueel natuurlijk iets tussen komen, maar tot nog toe, nee, reden tot dankbaar. Mag ze weer gelukkig thuis rond huppelen. Ja, inderdaad.